Hoi allemaal, mijn haar is laatst weer geknipt, weer iets korter en dan vind ik het altijd leuk om weer even een beetje te experimenteren met haarstijlen. En het experiment van de laatste tijd is een supersnelle slag en het leek me leuk om die aan je te laten zien. Het is echt mega eenvoudig. Wat heb ik al gedaan? Ik heb na het wassen dit erin gedaan. Dit is de Undone by the Insiders Supernatural Thickening Cream. En die heb ik een beetje hier aangebracht voor een beetje extra lift en dikheid bij mijn... Ik heb het verder niet meer nodig omdat mijn haar nu vrij dik is. Vroeger helemaal niet, maar tegenwoordig wel. En daarna heb ik een beetje droog shampoo aangebracht. En dit is nu dag 2 of dag 3? Nee, dag 2 haar. Dus dat heb ik al gedaan. Ik ga het nu even doorborstelen en dat doe ik met mijn wet brush. Het is echt mega eenvoudig, maar dat is al niet te min leuk. Ik heb dit wel eens gedaan met lang haar, maar met kort haar deed ik het eigenlijk nooit. Ik heb natuurlijk wel vaker, of kort haar met iets korter haar. Ik heb natuurlijk wel vaker deze lengte ongeveer gehad, maar deze stijl heb ik toen in ieder geval niet geprobeerd. Wat ik ga doen is, ik maak een vlecht in mijn haar. En ik heb nu gewoon één elastiekje, ik doe het gewoon per vlecht. Dus ik heb hier minder haar dan hier, dus ik verdeel dit in twee plukken. En dan vlecht ik één pluk, gewoon, hoeft niet super netjes, ook niet heel strak, ook niet heel los, maar een beetje ertussenin. Dus ik vlecht dit gewoon even, normale vlecht. Zo. En dat doe ik niet helemaal tot onderaan. Haar is spekglad trouwens. Het is altijd beter op zeg maar dag 3 haar, zeg maar, is het minst glad. Maar mijn haar is gewoon vrij glad. En dan een elastiekje. Dit is gewoon een normaal elastiekje. Ik zou niet zo'n klein plastic elastiekje doen, want dat kan smelten. Dat moeten we niet hebben. Ik pak mijn Noomi steltang. En dan pak ik de pluk. En dan ga ik eigenlijk super simpel... Je kan het niet fout doen, de vlecht warm maken. En dat doe ik gewoon door er langzaam in te knijpen. Van boven naar beneden. En weer opnieuw. En ik knijp hem gewoon eventjes. En daarom vind ik het juist ook leuk dat dat onderste gedeelte niet gekruld is. En dan kijk ik straks even hoe het eruit ziet. Gekruld, een slag heeft. Nou, je moet het wel even een paar keer doen, anders wordt hij niet warm genoeg. Je kan trouwens ook het eerst allemaal vlechten hoor. Maar je weet hoe dat gaat met elastiekjes, die verdwijnen op magische wijze. Nou, dus nu heb ik hem een paar keer warm gemaakt. Ik laat hem wel afkoelen, maar ik haal wel de onderkant eruit. En dan vlecht ik dit stuk. Ik zorg wel voor dat het ongeveer 3 gelijke plukken zijn, maar ook dat hoeft niet heel precies. Mag ook wel een beetje speels. En ik gebruik mijn schermpje weer als spiegel, zoals je misschien wel ziet. En als je een lok hebt, dan ja, dat is wat lastiger, maar je kan hem gewoon erin proberen. Ik heb ook kortere delen en dan steekt af en toe het uit. Dat is niet heel erg. Ik maak hem zo laag mogelijk vast met het elastiekje. Deze in het klein zijn trouwens nog beter, maar niet die plastic zou ik echt niet doen. Nou, en dan gaan we weer. Ga ik hier alvast, omdat dit een wat dikker gedeelte is, doe ik hier 3 vlechtjes. Ik maak hier alvast een vlechtje en dan pak ik zo meteen het elastiekje. De voorste pluk valt er altijd meer op. Je kan zelfs, als je dunner haar hebt of haast, dan kan je zelfs met aan allebei de kanten 1 vlecht. Dat is ook wel mooi. Maar daar is mijn haar, omdat het nu wat korter is... Dan krijg je
dan krijg je dat ik niet alles er goed, niet elk plukje er goed in krijg. En dan is het weer een beetje zonde. Maar zeker met langer haar kan het echt prima. Nou, vlechtje zit er weer in. Nou, en zo ga ik even mijn hele haar rond. Nou, en dan zie je er ongeveer zo uit. Ik heb hier uiteindelijk twee gedaan, omdat ik deze iets te dik had gedaan. En dan ga ik het er nu uithalen. Het een beetje laten afkoelen. Zo. Nou, en dit vind ik nog niet helemaal top. Dus dan ga ik, wat ik dan doe, is dat ik nog een paar plukken krul met mijn steltang. En dat doe ik dan vooral bij de bovenste laag, zodat die onderste zijn meer als een soort steunlaag. En die zorgen een beetje voor volume. En vooral aan de voorkant breng ik nog een beetje die krul naar achteren. Je kunt natuurlijk ook met vlechtjes instapen en dit dan nog even 's ochtends doen. Zo. Dan spreek ik er wat haarspray in, de Elnette Set & Hairspray. Even schudden. En dan zit het uiteindelijke resultaat. Super makkelijk en snel. En dan heb je toch even je haren gedaan. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik wil je in ieder geval ontzettend bedanken voor het kijken. Ik zou het super leuk vinden als je wilt abonneren op mijn kanaal Blondie Beauty Fashion. Door hier op mijn gezicht te klikken. En ja, dan zie ik jullie snel weer. Doeg!